Lekker fris, dat wel. Hè? Dit is, als je al die noodberichten van elders van de planeet hoort, waar het altijd 40 graden of meer is, en de verschrikkingen die dat met zich meebrengt, dan moeten wij toch wel dolblij zijn. Dat, met een echt Hollands zomertje, toch? Zeker. Heb je ook die berichten, heb je die berichten ook naar Amerika, het zuiden van Amerika, gezien? Ja, ja, daar is een heat dome boven Texas. Nou, is er volgens mij altijd een heat dome boven Texas. Ja, joh, het zuiden van Amerika is niet te hard van de warmte. Ook al voordat het zover was. God, ik ben wel eens door Louisiana gereden. Verschrikkelijk gewoon. Indiana zijn we nog eens een paar dagen geweest. In de schaduw 41 graden. Ja, dat is 10, 15 jaar geleden, hoor. Nee, dat is echt geen lolletje. Heb je die berichten niet gezien van die dakdekkers die van het dak afvielen door de hitte? Nou, het verbaast me niks. Ja, het is natuurlijk ook in Zuid-Europa. Maar ik begreep uit allerlei opgewekte stukken in de krant dat Nederlanders gewoon naar Zuid-Europa met vakantie gaan. Terwijl ze weten dat het er 6, 37 graden is. Nou ja, ik heb vast verteld, volgens mij, van mijn vakanties in de Provence. Hartstikke leuk, prachtig appartement. Je keek daar ook heel leuk uit. Er was verder niks mis mee. Maar 's middags kon ik niet wandelen. Je gaat niet wandelen bij 36 graden, hè? Dat is gewoon niet aangenaam, zeker niet voor een bejaarde. Dus dan heb ik er dus niks aan. Dus werken toch ook een wetgeving in Amerika en die staten om die mensen te beschermen die buiten moeten werken? Ja, waar moet je ze uiteindelijk tegen beschermen? Ja. Je ziet in Amerika wel inderdaad bij die enorm hoge temperaturen in de zuidelijke of de zuidwestelijke staten, kom je dan langs van die wegwerkers dat je denkt van, die bezig zijn te teren of zo. Dat je denkt, hoe houden die lui dat in godsnaam uit? Die zijn ook gegarandeerd allemaal zwart of bruin. Daar is geen witte Amerikaan bij. Ja, wat dat betreft hebben we niet te klagen hier in Nederland. Fantastisch klimaat. Het is, wat mij betreft, duurt deze zomer zo voort. Elke dag een buitje. Hè? Draaglijke temperaturen. En dan nog hoor, als je, ik maakte afgelopen dinsdag een forse wandeling. Al zo rond tussen 5 en 6. En ik kreeg het nou wel verdomd warm. Dan is het dat toch flink boven de 20 graden. Ja, Gerrit Hiemstra had toch van de week die cijfers. Die zei van, we hebben nu gemiddeld 5 tropische dagen. En dat was, nou zeg, 50 jaar geleden was dat 1 tropische dag durende de zomer. En de temperatuur is 2 graden ongeveer toegenomen gemiddeld, ja, in de zomer. Ja, maar goed, als het zo blijft als dit, is het goed uit te houden. Ja. Sowieso, West-Europa heeft natuurlijk toch een naar verhouding zeer aantrekkelijk klimaat. Als je dat vergelijkt met Zuid-India, zuiden van de Verenigde Staten, grote delen van Zuid-Amerika, dat is niet aangenaam, hoor.